battered, I couldn't tell what I felt I was. Deze wijk is een zeer multicultureel, of nou ja, multi-etnisch meer. Dat betekent, dit is een wijk waar 87-88% van de bevolking heeft een van de ouders die buiten Nederland, van buiten Nederland komt. Dus een zeer gevarieerde samenstelling. De stad zit momenteel op zo'n 46-48% buitenlandse minderheden. Dus dat begint bijna een meerderheid te worden. Maar sommige wijken, en Spangen springt er echt uit, die heeft dat een enorme onbalans en ontzettend veel buitenlanders in de wijk. En dat geeft dus ook allerlei spanningen. En dat geeft ook extra uitdagingen, zou ik zeggen. Achter me ziet u het silhouet van de Spanjaard. Dit is onderdeel geweest vroeger van de Spaanse polder. De geuzen hebben hier fantastisch werk verricht. Maar de Spanjaarden hadden de overheersing hier en vandaar de naam Spangen ook. Dat is afgeleid van Spanjaard en, of Spangert. En dat soldatensilhouet dat hoort daarbij en dat symboliseert die tijd. En daar heeft de wijk de naam aan te danken. Spangen heeft natuurlijk een hele slechte naam. Zo'n slechte naam dat ze een in Amsterdam opgenomen serie Spangen noemen. In plaats van Bijlmer. Ja, dat is eigenlijk een beetje misbruik van onze goede naam. Daar zijn we natuurlijk niet trots op dat het hier bekend staat als een crimineel zootje en als levensgevaarlijk. Dat valt ook wel weer mee hoor. En de laatste jaren is er ontzettend veel aan veiligheid gedaan. Ik voel me absoluut niet onveilig. En als ik mensen mee de wijk doorneem voor bijvoorbeeld een gebedswandeling, dan hoef je geen kogelvrij vest aan. Zo erg is het nou ook weer niet. Ik denk dat je geroepen bent om te werken in Gods Koninkrijk. En dat de geografie van waar je dat dan precies doet niet zo heel veel uitmaakt voor God, als je het maar doet. Maar in onze omstandigheden kwam het zo uit dat we moesten vluchten uit Afrika. Er brak een lokale oorlog uit, dus we moesten daar weg. We konden ook niet meer terug. We hebben dat nog wel geprobeerd, maar dat ging niet meer. En dan moet je een alternatief gaan zoeken. En we zijn teruggekomen naar Nederland met het idee van, dan ga ik maar weer gewoon een baantje zoeken en dan zullen we wel zien. Maar vrienden van ons zeiden, ja, maar je bent zo goed in het werk, daar moet je mee verder gaan. Zending is hier zo op het hart geschreven. Voor zowel voor jou, maar ook voor je vrouw. Dus toen hebben we daarover gebeden. En besloten dat we dat moesten proberen en moesten uitzoeken. Ja, Spangen. En mijn droom voor Spangen, mijn gebed voor Spangen. Waar ik voor bid, waar ik voor hoop, waar ik naar verlang. Wat ik denk dat op Gods hart is, is dat hier huisgroepen zullen ontstaan. Gebaseerd op relaties en op vriendschappen. Op mensen die in deze wijk wonen. Die met elkaar de vragen van het leven willen beantwoorden. En op zoek zijn naar God. En God daarbij willen laten helpen in hun leven. Dat is mijn verlangen. Dat hier huisgroepen ontstaan. Dat hier verschillende kringen ontstaan. Waar mensen elkaar weten te vinden. Op het gebied van het geloof. Dat we, en met die groepen samen, hè, dat is echt mijn verlangen. Dat we een nieuwe kerk, een kerk met een nieuw elan, een heel nieuw type kerk. Waar mensen zich mee kunnen identificeren, waar ze zich thuis voelen. Wat binnen deze bevolkingsgroepen past, wat echt voor de wijk is. This world has nothing for me. I find my peace and joy solely in you. Only in you. I want the world to see you're alive and living well in me. Let me be a part of the harvest for